ik heb het idee dat er eigenlijk niks beters is dan gewoon veel van jezelf te laten zien. Je vorige cd is toch je meest persoonlijke cd geweest, nu toch textueel gezien. Vind jij het echt moeilijker om persoonlijke teksten te presenteren aan de band? Of aan de band? Ja, of aan live? Of wanneer, wat is voor jou? Nee, ik heb alleen zeg maar het eerste traject of het traject van schrijven en nieuw materiaal maken voor een album. Mm-hmm. Dat had ik eigenlijk in die zin nog nooit gedaan. Ik had wel eens vaak een aanzetje gemaakt of zo, maar op een of andere manier had ik het idee dat me dat enigszins moeite kostte, zeg maar, om heel persoonlijk dingetjes op te schrijven op papier of teksten te maken. Omdat ik altijd het idee van, goh, weet je, dan moet het wel echt goed overkomen. Want ja, je haalt er natuurlijk ook gewoon een heleboel mensen bij waar je inderdaad mee opgegroeid bent. Want dat is ook in dat album verwerkt, er zitten ja, toch wel heel persoonlijke dingetjes bij. En je wilt dan wel gewoon dat het goed overkomt, dat je niet mensen tegen de schenen schopt of dat soort dingen. En, ja, heb je reacties gehad van mensen? Ja, ik heb zeker wel reacties gehad van mensen. Die zichzelf herkenden in een tekst? Of? Ja, absoluut. Ja, tuurlijk. Ja. Heb je het iedereen toen verteld ook, of dat niet? De mensen die, zeg maar, waar ik nog on speaking terms mee ben, zeg maar, waar ik dus gewoon nog contact mee heb, wel. Dus daar heb je het dan ook gewoon over. En die vinden dat op zich ook juist eigenlijk wel heel erg leuk. Maar mensen waar ik dus geen contact meer mee heb, die hebben wel laten weten via dat ze wel duidelijk begrepen waar het over ging. Alleen ik heb daar geen contact meer mee. Dus, Kom je bijvoorbeeld als je, de cd is nu een poosje al uit, maar je speelt de nummers, neem ik aan, nog steeds live. Kom je erachter of ze uiteindelijk goed werken, ja of nee? Heb je wel eens het idee van dit had ik achter? Ik ben nu sinds dat ik deze... dit album heb uitgebracht en dat we deze tour hebben gedaan. Ik heb het idee dat er eigenlijk niks beters is dan gewoon veel van jezelf te laten zien. Want dat is wat mensen willen op een of andere manier. Kijk, mensen die mijn muziek waarderen of fans, die vinden het gewoon heel prettig als iets gewoon dichtbij komt. Als ze het kunnen aanraken en dat ze je kunnen begrijpen en dat ze een beetje weten wat er in je hoofd omgaat. Weet je, hoe je de dingen beleeft, hoe je de dingen ziet. Weet je, of ze er inderdaad ook gewoon... Moet ik dat uitleggen? Of ze er affiniteit mee hebben, of ze een beetje mee kunnen identificeren, laat ik het zo zeggen. En ja, dat werkt gewoon heel erg goed. Ik vind het, ik zou eigenlijk nu niet anders willen gewoon. Ik denk dat gewoon toch de beste manier is van muziek maken. Want natuurlijk kun je altijd fantasie gebruiken, dat is ook een vorm van. Hoe het publiek erop reageert. Ja. Ja, ik vind het erg prettig om te zien en hoe de mensen erop reageren. Want het wordt allemaal nog even iets emotioneler inderdaad vaak. Gewoon mensen die het begrijpen en die zich daarmee mee identificeren, die laten een traan of die zijn juist helemaal happy of die kunnen er helemaal in duiken. Is dat voor jou dan nu een nieuw hoofdweg dat je dat met voorgaande albums nog helemaal niet, dat het nu, dat je merkt inderdaad dat wat jij presenteert aan mensen, dat een soort emotionele domino kan zijn, ook voor anderen? Dat je dat nu terugkrijgt soms? Ja, absoluut. Je krijgt het heel veel terug. En ik vind dat ontzettend, ik vind dat gewoon heel fijn om te zien en dat ook om te voelen. Mm-hmm. Dus dat heeft mij dit jaar sowieso, in vergelijking tot voorgaande jaren, toch ook weer sterker gemaakt. Gewoon ook als mens en als muzikant. En gewoon het moment dat je inderdaad gewoon jezelf meer blootgeeft en meer van jezelf laat zien. Stel je eigenlijk op een bepaalde manier stel je kwetsbaar op. Zijn er dingen die je misschien niet zo gauw zou, of is voor jou alles bespreekbaar? Alles is bespreekbaar, ja. Alles is wel bespreekbaar van mij. En ik ben van aard eigenlijk best wel rebels. Ik had vroeger inderdaad, zeker als tiener, vaak de neiging om altijd een beetje te rebelleren en juist wel inderdaad tegen schenen aan te schoppen, omdat ik het idee had dat ik... Weet je, tegen tegen onrechtvaardigheid aanknokt of zo. En dan kon ik er niet zo goed mee omgaan. Maar dat is nu wel, zeg maar, op momenten dat ik dat doe, dan is dat wel allemaal genuanceerder dan vroeger. Maar dat is wel een beetje aard van het beestje.